Yo people, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Shanna en ik zit hier te wachten op de metro. Want ik ga vandaag naar Amstelveen toe voor de eerste jongerendag van Future Rebels. We gaan naar Amstelveen Jump Indoor ofzo. En wil je nou weten wat Future Rebels is? Ga dan naar de link in mijn beschrijving. Daar staat een video en in de beschrijving van die video kan je vinden wat Future Rebels is en een link naar hun website. Alright, ik zit nu in de trein met Iwan van... Game Bros NL en we zijn onderweg naar Amstelveen. Dat was wat gedoe op Rotterdam Centraal. Een beetje chaos, maar we zitten uiteindelijk in de trein. Met toeslag, zonder dat we toeslag betalen. Maakt niet uit. Ik zeg shout-out naar de conducteur. Ja, shout-out naar de conducteur, want die heeft ons erin gelaten. Ja. En ik zie jullie straks in Amstelveen of in Amsterdam, ik weet het niet. Doei. Benen aangekomen in Jump Indoor. Het ziet er super vet uit. Ik ben hier gaan met Iwan. Ik zal je laten zien hoe het eruit ziet. Ik ga het zo. En nog de foam. Het ziet er echt super vet uit. En daar is ook nog een foam pit. En ik heb echt super veel zin om te springen. En deze dag wordt echt super leuk. Helaas afgelopen mijn muts zit niet, maar maakt niet uit. Maar wij gaan nu naar de bus, 2 uur even terug. Oh. Dikke shout-out naar Future Rebels, naar Aline, Fontessa en Mike en de andere Rebels. Het was echt een super vette dag. En ja, het is gewoon zo cool dat ze jongeren de kans geven om aan zo'n leuk project mee te doen en deel te nemen. En super vet. Dit was dus de eerste jongerendag van Future Rebels, maar er komt een tweede aan. Die zal eind maart ongeveer zijn. En wil jij nou ook een Rebel worden? Wil je misschien ook aan het toffe project meewerken? Stuur mij dan een mailtje. De link zit in de beschrijving. En mijn mail zit in de beschrijving. Zo kan je je gegevens naar mij sturen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Om je te laten weten waar en wanneer de tweede jongerendag van Future Rebels is. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik zie jullie bij een volgende vlog of een volgende video. En de tweede jongerendag van Future Rebels ga ik zeker weer volgen.